Ik vind het heel erg wat ik vroeger heb gedaan, ja. Ik ben er niet blij mee. Ik heb wel echt oprechte spijt van de dingen die ik heb gedaan. Je voelt je hier niet thuis. Niemand voelde zich hier thuis. Op een gegeven moment gaat je wel thuis voelen, zeg maar. Ja, het is jouw cel, je hebt jouw eigen... Je kleding ligt in je cel, ja, je hebt een groep, gewoon jouw eigen groep. Ik kon ook gewoon, soms werd ik overgeplaatst naar de andere kant van het land. Dan voelde ik me daar ook thuis in mezelf. Snap je? Je moet wel gewoon... je moet jezelf, moet je echt gaan... Op het moment dat je daar binnenkomt, moet je dat gaan zien als jouw plekje. Wat heb je hier onder andere vastgezeten? Heel veel vermogensdelicten. Verschillende soorten vermogensdelicten ook. Dus niet alleen één... Ik hield het niet bij één ding. Gewoon, ja, alles eigenlijk. Van straatroven tot berovingen, tot overvallen, tot inbraken, drugsdealen. Eigenlijk elke vorm van crimineel gedrag, behalve dan... Verkrachtingen, mensen steken, mensen schieten. Dat heb ik nooit gedaan. Of ja, voor de rest alles. Frauderen, alles. Ja, het was proberen aan geld te komen. Yo. Hoe voelt het om je eigen buurt te lopen? Ja, raar man. Nou, we zijn hier aangekomen bij mijn oude woning. Hier woonde ik vroeger. Daarboven, helemaal boven, was mijn kamer. Het is echt een prachtige buurt om in op te groeien. Alles is dichtbij. De mensen zijn echt heel erg aardig. Ik kende ook iedereen. Iedereen kende elkaar hier destijds. Ja, het is gewoon een deel van mij. Ik wil ook niet... ik kan ook niet te lang zonder de buurt. Ik moet altijd even een rondje maken of zo. Als ik hier een maandje niet ben geweest bijvoorbeeld, dan begin het allemaal te knagen. Dus even kijken weer. Even langs me... Overal waar ik langs loop heb ik nostalgische herinneringen. Dus ja. Ja, ik was vaak weg. Ik was vaak buiten. Ik wilde vaak op straat gewoon zijn. Dus ik ging vaak... Na school ging ik gewoon buiten voetballen. Ik was altijd op het pleintje hier en door de speeltuin was ik aan het voetballen. En daarna stopte ik met voetballen, toen was het kattenkwaad. En daarna was het gewoon criminaliteit. Hoe ja. Komt het dan dat je broertjes en zusjes niet in de criminele circuit belanden, maar jij wel? Waarom hun niet in de criminaliteit zijn beland? Ik weet het niet. Ik denk dat zij gewoon sowieso misschien een andere tijd waren opgegroeid. Dat sowieso. Ik was wel wat ouder dan ze. En ja, het is gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest, denk ik. En hoe denken je ouders erover? Ja, ik denk niet dat ze het leuk vonden dat ik crimineel werd. Ja, dat, ik denk niet dat ze... Dat, ja, welke ouder wacht... geen enkele ouder zit daarop te wachten, laat me het zo zeggen. Heb je nog contact met ze? Ja, ik heb goed contact met mijn ouders. Ja, met iedereen heb ik goed contact, ja. En wat vinden ze nu van je situatie? Ze zijn blij dat ik een boek heb geschreven dat ik uit de criminaliteit ben. Dat ik gewoon goede dingen doe en dat ik probeer jongeren te helpen om ja, niet de criminaliteit in te gaan. Iemand die in criminele circuit heeft gezeten, om zich te ontworstelen, dat is mega moeilijk. En dat betekent dat iemand ongelooflijk gemotiveerd is om dat te doen, anders kun je dat niet. Want je moet je vrienden achterlaten, je moet inkomen achterlaten. Je moet een heel nieuw bestaan gaan opbouwen, een nieuwe identiteit. Younes Finani op een gegeven moment heeft besef van, als ik dit leven blijf doen, dan is dat eindig. En die heeft zijn slimheid en creativiteit ingezet om zijn leven te transformeren. In Jorla ben ik gestart in 2007 al. We bestaan als Jorla nu zo'n 12, 13 jaar. En 2 jaar geleden zijn we in contact gekomen met de gemeente Amsterdam. En de gemeente Amsterdam die signaleerde een probleem dat een steeds grotere groep, een steeds groter wordende groep jongeren eigenlijk onbereikbaar is voor jongerenwerkers. Jonge mensen die dreigen af te glijden naar harde criminaliteit. Een megaprobleem, want hoe bereik je die nog? Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En daar blijken in de verschillende wijken in Amsterdam mensen te zijn met kennis van de straat, die misschien ooit iets gedaan hebben, maar zich daaruit ontworsteld hebben. En die kunnen de jongeren in de wijken wel heel goed benaderen. Die kunnen een brug slaan. Die mensen worden credible messengers genoemd. En het idee was van, kunnen we nog meer van die credible messengers opleiden? Kunnen we nog meer in die haarvaten van die wijken bruggenbouwers vinden? Bij Ademas Amsterdam, een samenwerking tussen Your Lab en de gemeente Amsterdam, leiden we jongens en meiden van de straat op tot credible messenger.
En er zitten niet alleen maar jongens en meiden van de straat. Er zitten ook professionals in. Dus criminologen, sociologen, psychologen, maar allemaal met een mega fascinatie voor de straat. En daar was Juni Finani, is daar een van. Wij zijn heel erg gewend dat als iemand iets gedaan heeft, dat we moeten straffen en opsluiten. Dat is de manier waarop we als samenleving kijken naar hoe we moeten omgaan met mensen die iets crimineels hebben gedaan. Dat vinden we een heel normaal systeem. Maar het is eigenlijk een bizar systeem. Nee, het vastzitten heeft geen positieve effecten gehad op mij. Nee, totaal niet. Het heeft zelfs negatieve effecten gehad, denk ik. Ja. Nee, vastzitten is niet goed voor de mensen. Ik denk ook dat het heel slecht is. En het eigenlijk, zoals het nu niet is, maar dat het eigenlijk alleen in het ergste geval, in het uiterste geval, dat dan een gevangenisstraf of een jeugddetentie nodig zou zijn. Maar nu, tegenwoordig is het gewoon heel normaal dat iemand die een auto steelt of een scooter steelt, ja, dat die gewoon maandenlang vastzit. En we zijn boeken aan het inpakken voor mensen die hebben besteld dit weekend. Er zijn ongeveer 12 bestellingen, dus het heeft wel lekker gelopen dit weekend. Je moet wel gewoon een bezigheid hebben waar je ook plezier uit hebt. Of wat je in ieder geval even afleidt in plaats van niks te doen. Niks doen is... Daar hou ik niet van. Ik hou niet van niks doen. Ja. Als er echt niks te doen is, dan ga ik gewoon een potje FIFA spelen. Of ga ik een rondje rennen of zo. Ik moet wel iets doen, ja. Ik kan niet voor mijn eigen staren. Dit is wel echt een hele grote stap geweest in mijn leven. Ik denk als ik het boek niet had geschreven, dat ik nu wel op een andere plek zou zijn. Ik weet niet hoe of waar, maar ik zou niet zo ver zijn zoals ik het nu heb geschopt, zeg maar. Als je lang vast zit, dan heb je lang de tijd om overal over na te denken. Om over je zondes en over je fouten na te denken, over wat mis is gegaan in je leven. Dus de criminaliteit loont nooit op de lange termijn. Ja, criminaliteit is zeg maar geen... Je hebt geen vastigheid, het is veel onzekerheid, zeg maar. Ja, misschien kom je er één keer mee weg, maar uiteindelijk, ja, je wordt toch wel... Uiteindelijk komt het toch wel weer terug bij je. Dus misschien niet in dit leven, maar misschien later in je eigen leven, maar misschien wel in het andere, ja. In het hiernamaals moet je sowieso, op de dag des ulders moet je terecht staan voor je fouten. Hoi, hoi. Hallo. Hoe is het leven? Ja, lekker man. AA'tje is lekker. Gaan we eerst proberen? Ja. Jonas voor de 47-25. Ja. 7 stuks, zoveel? 6-75. Oh ja, brievenbus. Brievenbus pak je toch? Ja. Ik dacht al. 31,50. Ja. Dus. Yes, dankjewel. Tot later. Ik zie je later. Doeg, werk zo. Hoe was zij vroeger? Nog steeds even lief. Ja, dat is hij nog steeds. Ja. Was hij altijd lief of af en toe? Kijk, de momenten dat ik hem meemaak, is hij oké. Okay, ja, ik was hier wel altijd lief, ja. Zeker. Ik heb hier nooit wat gestolen. Ja. Ja, oh. Nooit, nooit, nooit. Nou, zoals jullie zien, hier is mijn oude voetbalclub SDZ. Dus vroeger als ik ging voetballen, dan hadden we een wedstrijd. Dan gingen we hier altijd, precies op deze plek was onze verzamelplek. En dan zagen we hier altijd van die busjes, van dienstinstitutionele inrichtingen, die zagen we hier naar binnen rijden. Als we daar aan het voetballen waren, dan zagen we altijd van die jongens daar. Die waren op hun raam aan het bonken en zo. Hey, pas die bal. Hey, doe sneller. Mokro, pas die bal nog. Dus ja, dat was wel grappig om, zeg maar, als je jong bent, je bent aan het voetballen en dan zitten daar allemaal criminelen, zeg maar, die zitten naar je te schreeuwen. En op een gegeven moment, toen was ik wat ouder en toen was ik degene eigenlijk die achter die hekken zat. Kijk, dat waren onze cellen dan.
En volgens mij, als ik even kijk, even goed nadenken. Ja, een van deze cellen was ook van mij. Een van deze cellen. Hier waren de groepen, hier binnen. En ja, dit was de gang. Hier liepen we altijd door deze gang, liepen we altijd. Als we gingen voetballen, als we naar school gingen. En hier liepen we eigenlijk nooit. Dit was altijd dicht. Hier liepen alleen beveiligers om hun ronde te maken. Dus dit was eigenlijk no-go zone. Hier kon niemand komen. Als je hier, zeg maar, in deze... Hier kun je ook niet komen, want kijk hoe hoog dit is. Hoe kom je eigenlijk hier uit? En dat is allemaal gelagerd glas, dus hier kom je ook niet doorheen. Zelfs mensen hebben geprobeerd die celramen, zeg maar, stuk te krijgen. Die kun je niet stuk krijgen. Ze zijn echt vierdubbel of zo, met gelagerd, met metaal en weet ik veel wat. Dus je kon hier destijds echt niet ontsnappen. Ja, ik heb er wel spijt van. En ook... Ook bepaalde mensen die ik pijn heb gedaan, heb ik veel spijt van. Natuurlijk, mijn familie heb ik echt enorm veel pijn gedaan door me zo te gedragen. En uit hun leven ook te verdwijnen en dan weer terug te komen uit het niets. Omdat je in de gevangenis gaat, dan kom je weer uit de gevangenis, dan kom je weer ineens in hun leven. Dus ja, dat is wel vervelend. Ook toen ik bijvoorbeeld uit de gevangenis ben ontsnapt. Ook bij mijn broertje, toen kwam gewoon een arrestatieteam binnenvallen, terwijl mijn broertje nog 10 was. Ja, dat soort dingen die blijven wel bij je. Die blijven wel in je hoofd spoken, zeg maar. En uiteindelijk, dan word je ouder, dan merk je dat het toch niet zo leuk is, de criminaliteit. Dan kom je in de gevangenis, je wordt nog ouder en dan is van het avontuur, zeg maar, wat je ooit bent aangegaan, is er weinig van over. Er is niks meer avontuurlijks aan. Hoe voel je je erbij? Ja, fijn, man. Maar hij is echt heel schattig, dus hij is echt om op te eten. Dus ik vind het wel leuk. Ik wil hem ook de hele dag gewoon kusjes geven en zo. Knuffelen. Dus het is heel erg fijn om een zoontje te hebben. Ik ben echt blij mee. Hoe zou ik mezelf als vader omschrijven? Ja, als een hele trotse en zorgzame vader. En eigenlijk alles wat ik wel en niet heb gekregen, wil ik allemaal aan hem geven.